Vice-president Ronnie Brunswijk vindt dat de cambiohouders bij de recente koersontwikkelingen bezig zijn met scenario's. Tegenover journalisten zei Brunswijk eerder deze week dat hij niet zo onder de indruk is van de koersdaling omdat het een startje heeft. Ik weet precies wat ze willen doen. Dus nu is iedereen jaar toe, ja, koersen gaan we doen. Kan nu dollars kopen, ze willen niet verkopen toch? Dus nu heb ik al gezien dat men begint te hamsteren, men begint die koers naar beneden te kopen goedkoop. En na een paar maanden, dan ga je zien dat die koers helemaal naar 40, naar 50. Dat gaan ze doen. Maar ik hoop dat het niet zo is hoor. Ik hoop dat het niet zo is, we willen niemand beschuldigen. Maar mijn idee, wat ik daar kan verstaan, bij mijn stakkoers. Want elke keer al die mensen die gaan verkopen, voor 30, voor 35, voor 32, maar vraag om te kopen. Je krijgt dat niet. De vice-president wil niet stellen dat de cambiohouders zoveel macht hebben om de koers te beïnvloeden. In elk geval observeert hij de zaak. Zegt u alleen maar, de constructie wat ik daar heb gezien, is gewoon een constructie. We gaan goedkoop kopen, dat we een aantal miljoen hebben gekocht. Dan gaat het verhogen, dan kan het nu pas gaan ze verkopen. Dat betekent dat ze zoveel hebben als ze nu voor 35 of voor 32 inkopen. En na 4 maanden zo, men voor 50 gaat verkopen. Duidelijk, wat winst er maar mee gaat. Volgens Brunswijk zouden de prijzen in de winkel bij de koersdaling eigenlijk naar beneden moeten gaan. Hij stelt echter dat winkeliers niet met de verlaagde koers werken.